Zeg eens ah, ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ah, zeg eens ah, ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens ah, zeg eens ah, heb ik suiker of is het kaak? Waarom kwijl ik als ik zever, ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens ah, zeg eens ah, zeg eens ah, zeg eens ah. Zo, het ontbijt voor Linske en Deur. Oh, laat me eens bekijken. Jongen, nou, keurig gekozen. Keurig, keurig, keurig. Je ziet er keurig uit. Doe maar weer uit. Ik heb het net aan. Je jassie, stel je voor dat je erop moest. Stel je het nog eens voor. Dat zou je niet gebeuren. Dat zou wel gebeuren. Zo, nou, en dan doe je eventjes dit. Zo, eventjes zo. Dit voor je mooie vest en je mooie nieuwe oog. Ja, zeg, hé. Ik ben Pimmetje niet, hé. Oh, Pimmetje. Nou, dat is goed dat je het zegt. Want je moet even meegaan naar de kamer. Ja, zeg. Jopie komt me zo halen voor naar de notaris te gaan. Ja, ja, maar je moet eerst even zingen voor Pimmetje. Ja, goed, vanavond. Nee, nu. Je zou het gisteravond al doen. Je hebt het beloofd. Kom op. Kom, vooruit. Allee. Want de dokter die moet het bandje ook nog hebben. Stap je wel? Hé, je zou zoiets eigenlijk op video moeten zetten. Hé, dat is handel. Wat heb je nou alleen aan audio? Ja, nou, kom even zingen. Zo, ga even zingen, want die wist net wat leuks, weet je wel? Oh ja. Zo, nou, even kijken hoor. Oh, het was een wonder, het was een wonder, boven wonder, dat die poesen smoesen konden. Hi, 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 ha, 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 ik stond erbij en ik keek daarna. Zo, Pimmetje, nou, dat was mooi, hè? En nou komt al mijn Koosie eventjes. Luister maar goed. Ja, hier is die Rim, pim, pim, pim. Daar komt ie. Ik zag twee haaien samen... Hé, schijn er toch uit. Het is niet voor je fietsclub, het is voor Pimmetje. Oh. Nou, dat doet weer terug, hè? Zo, ja, ja. Zo, Pimmetje, nou, dat was mooi, hè? En nou... Luister maar goed. Zo, Pim, daar ben ik dan, hè? Daar gaat hij. Ik zag twee bijen auto rijden. Oh, het was een wonder. Het was een wonder, boven wonder, dat ze met z'n bijen auto rijden konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Stond erbij en ik keek er even naar. Rinketikaterre. Tjimboom. Nog, Pim. Ja, dat is Jopie. Jopie, hey, doe jij even open, dan doe ik het schortje even af, hè? Ja. Als je dat tenminste goed vindt. Dat was allemaal Koos, dat was leuk, hè? Nou, dat gaat tot de volgende keer. Dag! Echt, ja? Jopie, kom maar aan. Dat is de man van de Klojo TV van die onderwijs. Wat een geluid. Heb ik dat? Koos, ga dan niet met je mooie jasje tegen de aarde. Wat ben je nou? Helemaal gek geworden. Hecht, neem dan toch een bord. Gaan er toch zitten. Hé, stommet. Mooi nieuw pak. Je bent ook hartstikke gek. Hier, zo. Oké, eentje. Morgen. Ja, Jopie, gaan we zitten, want ik geef je zo een bakkie. Dag, Mientje. Hé, hey, vinden jullie van mijn pakkie? Te geloven. Ja, te gek, hè? Ja, te gek, zegt het wel. Waar heb je dat pak gekocht? In de feestwinkel? Feestwinkel? Hoe bedoel je? Is het niet, Een beetje uitbundig, zal ik maar zeggen, hè? Ja, ik geef toe dat het een beetje trendy is. Maar ik dacht als directeur van een jonge flitsende videotoco. Ik bedoel, Ja, ik begrijp best wat je bedoelt, maar je gaat naar de notaris en niet naar de disco. Oh, ja. Ja, nou. Wat nou? Ja, wat nou? We kunnen niet even een nieuw pak gaan kopen, dus we moeten hier maar mee doen, hè? Nou ja, als je nou nog eens een keertje gelegenheidspakje gaat kopen, kom dan even bij mij langs, hè? Jo? Ja, maar wacht nou eens even. Kan ik niet iets van jou aantrekken? Nee, natuurlijk niet. Koos is toch veel
groter dan jij, dan wordt het helemaal een clownsnummer. Ik heb wel een donkerblauwe regenjas, die kan je erover trekken. Ja, tof. Graag. Ja, jongens, sorry hoor, maar ik weet dat soort dingen niet zo goed. Ik dacht... Jij dacht een flitsende toko, maar we gaan naar een notaris. Hou je maar op mij vast, jongen. Kan je niks gebeuren. Nou, dat geeft helemaal niet toe, joh. Koos is beslotverrekening voor de know-how. Ja, en ik ben er voor de rekeningen. Ja, precies. Maar dat hoef je niet zo duidelijk te laten merken, hè. Het is gewoon een kwestie van stijl. Moet je even weten, hè? Verrassing. Oh! Nou, let u maar eventjes op de grond, dokter, want ik heb de bonte waar ze net in zitten. Wil een kopje koffie? Koffie? We hebben net koffie gedronken. Ja, nee, maar u moet een beetje doordrinken, want ik heb bijna een servitie bij me. Ja, zeg. U bakt ze wel bruin, hè? Ik moet me ongans drinken dan koffie voor uw theeservies. Oh, dokter, het bandje! Bandje? Welk bandje? Het bandje van Pimmetje! Oh. Oh, ja. Nou, leg dat maar op de tafel neer. Dat doe ik vanavond wel. Nee, nu. Want anders dan vergeet u het weer. Ik ken u toch. Oh ja, dat was ik even vergeten. Nou, wat moet ik er dan opzetten? Ja, nou, Koos en ik hebben, ik zag twee beren gedaan. Ja? Misschien kan u bijvoorbeeld in de maneschijn of op een klein stationnetje. Oh, wacht even, klein stationnetje. Ja, dat ken ik, Nou, dan doet u dat, want dat is hartstikke ja. Leuk. Nou ja, oké, laat ik dat dan meteen maar eventjes doen. Dag, mijn lieve kleine kereltje. Hier is oma. Zeg, ken jij dit leuke liedje al? Nee? Nou, baasje, dan moet je maar eens even mooi meezingen met oma. Daar komt het, hoor. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, staan de zeven wagentjes keurig op een rij. Kijk, het conducteurtje blaast al op zijn... Kijk, het conducteurtje blaast al op zijn dingetje. Kan natuurlijk helemaal niet zo. Er wordt dobbelsteen. Oeh, er wordt dobbelsteen. Kijk, het conducteurtje roept al dat... Wat is er? Het conducteurtje, wat deed dat conducteurtje nou toch? Conducteur, hè? Welke conducteur? Ja, wat blies die nou op? Oh, die, waar blaast kon hij op zijn fluit of zo? Ja, maar dan komt het niet uit, dan klopt het niet. Kom maar, moet je luisteren. Op een klein stationnetje, morgens in de vroegte, staan ze even wagentjes, kijk, het conducteurtje blaast al op zijn fluit, turtje. Dat kan niet, dat klopt niet, dat komt niet uit. Op een klein stationnetje, morgens in de vroegte, staan ze even wagentje, denk je van, kijk, conducteurtje. Zwaait met ze, ta-ta-ta. Kijk, het conducteurtje doet al dat ze... Nee, zwaait met ze. Ja, wat is dat nou toch voor malligheid? Ik heb dat wel 100 keer gezongen vroeger. Wie kan dat nou weten? Nou, dat kan ik nou niet hebben. Zwaait met ze. Gert-Jan, weet het, want we hebben het vroeger voor hem gezongen en voor Nancy. Gert-Jan, natuurlijk. Op een klein stationnetje. Zeg, hallo Gert-Jan, weet jij nog wat het conducteurtje deed op een klein stationnetje? Gert-Jan, doe niet zo puberaal. Kom op, nou eventjes serieus. Ik kom niet verder dan staan de zeven wagentjes keurig op een rij. Wat? Machinistje! Nee, één moment, mevrouw Dobbelsteen. Ja, hakken, puf, dat hebben we al, ja. Nee, even, één moment, mevrouw Dobbelsteen. Ja, maar moet je nou horen, hè? Tussen staan zeven wagentjes, keurig op een rij en hakken, puf, doet de conducteur iets. Nou, de vraag is nou, wat? Machinistje. Machinistje. Draait al aan zijn wieletje. Het machinistje, het draait al aan zijn wieletje. Jan is niet meer nodig, laat maar zitten, we weten het al. Het machinistje draait al aan zijn wieletje. Die conducteur deed helemaal niet mee. Nou, heel gelukkig. Oh, ja, zeg, dat is een pak van mijn hart. Machinistje draait al aan zijn wieletje. Dobbelsteen en partner, van Koyo Video. We hebben een afspraak met notaris De Bruin van Assen-Delft. Goed, momentje. Neemt u even plaats. Ja. Oh, pardon. Daar zit hij ook
Jongen, jongen. Wat een pand, hè? Precies. Geen toko. Nee. Dan zijn wij toch eigenlijk maar een paar kleine jongens? Dat hoeft nou toch ook weer niet? Je hoeft je ook weer niet minder waardig te voelen. Je moet je gewoon aanpassen aan de stijl. De heren van Koyo Video, BV. Ja, inderdaad. Wilt u mij dan maar volgen? Ja. Wilt u uw jas niet uitdoen? Nee, laat u maar. Ik blijf maar even, dus... Zoals u wilt. Notaris, de heren van Koyo Video, BV. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet je jas niet uit? Waarom niet? Pits, een kookbootje heeft u hier nog thuis. Wat eten, ja, zeker weten. Rokertje. Nee, dank u wel. Alsjeblieft. Eens even kijken. Waar heb ik uw dossier? Jan, dit is Claire, een oude vriendin van me. Ze komt een paar dagen bij ons logeren. Oh, leuk. Gezellig. Oh, sorry. Oh, geeft niks. Als ik het goed begrijp, kom je hier niet helemaal voor je plezier. Oh, die klootzak. Oh, sorry zeg. Ik bedoelde er anders niks vervelends mee, hoor. Nee, jij niet. Die rotzak. Ron, haar man. Oh, op zo'n manier. Ik ga niet meer terug. Hij kan barsten. Weet je wat? Ga eerst even lekker zitten en drink even een glaasje water. Dat komt allemaal wel goed, joh. Definitief. En nu is het raak. En goed raak. Hij kan barsten, die rotzak. Wat heeft hij dan gedaan? Ah, wat heeft hij niet gedaan? Er valt gewoon niets mee te leven met die man. Er valt niets mee te leven. En ik heb het geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd. Mijn god, wat heb ik het geprobeerd. Jij weet hoe ik het geprobeerd heb, hè? Wekenlang heb ik het geprobeerd, maar met die man valt gewoon niet te leven. Er valt niets mee te leven met die man. Het gaat niet. Ik probeer het niet meer. Afgelopen, uit. Nou, luister nou. 100 keer heb ik het tegen hem gezegd. Waarom heb ik gezegd? Maar nee, hoor. En dan deed ik maar weer alsof ik... Maar dacht je dat dat indruk op hem maakte? Wel, nee. Ben je gek? Nog geen 2 dagen later was het weer raak en kon ik weer... Oh, maar nu is het afgelopen. Nu is hij toevallig eens een keertje te ver gegaan. Dit pik ik niet. Begrijp jij dat, Gert-Jan? Jawel, natuurlijk. En ik maak er geen woord meer over vuil. Oh, als je toch eens wist. Als je toch eens wist. Nou ja, ik wil er eigenlijk liever niet over praten. Morgen ga ik een kamer zoeken en totdat ik er een gevonden heb, zou ik graag bij jullie willen blijven. Kan dat? Nou, ik Want denk dat... Want ik ga niet meer terug naar huis, na dit alles. Dat begrijp je. Ja. Groot gelijk. Oh. Groot gelijk, hoor. En bleek het mogelijk de patiënt reeds na 12 dagen uit het ziekenhuis te ontslaan. Zo, hè, dat is dat. Daar ben ik weer vanaf voor een tijdje. Ja, ik ben ook klaar met mijn verslag. Ah! Wat allemachtig, Lidie, wat is er? Oh, heb je verslag in zitten spreken? Ja. Oh, nee, toch? Ja, toch. Nou, morgen moet het worden uitgetikt. Een straf geveegd. Hè? Ja, ik heb samen met mevrouw Dobbelsteen een bandje ingezongen voor Pimmetje. Ik heb het erin laten zitten, suffer die ik ben. Ja, maar ik ben geen suffer, dus heb ik jouw bandje eruit gehaald. Oh, gelukkig. Ach, zit jij er dan ook eventjes wat op voor Pimmetje? Zij moet het nu. Het is 11:00. Ach, eventjes maar. Zo gebeurt. Ik heb het beloofd. Ja, vooruit dan. Maar wat moet ik dan doen? Nou, gewoon iets leuks. Ja, bekijk het maar hier. Die kant is helemaal voor jou. Oh, nou. Zo, hè? Ja, wacht even, hoor. Oh, ik krijg toch ook een punthoofd van die ellendige administratie, hè? Wacht even. Doe aan, schiet hem even op. Doe even wat leuks voor Pimmetje. Kunnen we naar bed? Ja, wacht even. Ik weet wat. Zal ik dat doen van die echo-kabouter?
Oh ja, dat is een leuke. Ja, dat is leuk. Oh, nou. Ik doe wel open. Doe jij maar rustig aan. In Zwitserland weet ik een berg die heel erg hoog is. Heel erg erg. Hij is zo hoog, niet te geloven. Er voert geen enkel pad naar boven. Toch woont bij het topje naar ik weet een mannetje in een nauwe spleet. Die je bereikt na veel geklauter. Het is Jodelaïti, de echo-kabouter. Jodelaïti! Waar is ze? Waar is ze? Ja, ik weet niet waar u het over heeft. Wie bent u? Ik ben Ron. Waar is Claire? Wie kiest Claire is hemelsnaam? Hou je maar niet van de domme. Nou, dat doen wij niet, meneer. Ik bedoel, wij kennen geen Claire. En ik verzoek u beleefd om huis uit te gaan. Ik ga hier niet weg zonder Claire! Als u niet weggaat, bel ik de politie. Ja, nou rustig even, rustig. Nou, er moet een misverstand in het spel zijn. Hoe komt u bij de gedachte dat Claire hier zou zijn? Omdat ze dat tegen haar moeder heeft gezegd. Ze is naar een zekere Van der Ploeg in de Bloemstraat en dat is hier. Want het staat met zulke letters op de deur. Nou, maar wij kennen helemaal geen Claire. En geen Teuntje ook zeker. Luister, ik weet heus wel wat ze tegen jullie gezegd heeft. Maar ze liegt het! En ik breek dit hele huis steen voor steen af totdat ik het gewonnen heb. Oh, Teuntje. Nee, die ken ik wel. Dat is de vriendin van mijn zoon. Die woont hiernaast. Wel, verdomme. Zeg dat dan meteen. Dat was nou niet zo handig van je, Lidie, geloof ik. Wat? Oh, je hebt gelijk, oh. Oh, wat moeten we nou doen? Ga jij even kijken hiernaast. Ik? Kijken? Zeg, wat ga je doen? Ik ga Gert-Jan bellen dat hij niet open moet doen. Oh, Gert-Jan, neem nou op. Neem nou op. Oh, waar zit hij nou? Ik denk dat hij naar beneden is om Ron open te doen. Ja. Oh, Gert-Jan, niet open doen, hoor. Nee, ik hoor het. Moeten we wat doen? Politie bellen of zo? Oké. Ja. Te laat. Wat zei hij? Dat hij zijn eigen boontjes doppen wou. Atoe, ga jij nou even kijken hiernaast. Is nergens voor nodig. Als er dooien of gewonden vallen, dan komt Gert-Jan hier vanzelf naartoe. En Gert-Jan had groot gelijk. Je moet je eigen boontjes doppen. Dus waar was ik gebleven? Oh ja. Dat was Jodelaïti, de echo-kabouter. Staan de kleine wagentje. Netjes op een rij, in het bassin is hij. Oh, ik raak nooit meer van het stationnetje weg. Alle macht. Durven ze konijnlullen nog geen oog dicht gedaan? Hoor. Nee, en je mond ook niet. Ja, nou, maar jij maakt je ook best zorgen om je naast heeft toe. Ja, dat is waar. Bent u nou nog niet weg? Ja, mevrouw Dobbelsteen, dat ziet u toch. Goedemorgen. Hey, hallo, Gert-Jan. Ron wou even zijn excuses aanbieden voor gisteravond. Ja, sorry voor gisteravond. Ik was een beetje over mijn toeren, geloof ik. Ik heb me een beetje aangesteld. Mijn excuses. Het was eigenlijk mijn schuld, hè? Ik had het wel, nee. Jawel. Claire, zeur nou niet zo. Ja, jongens, fijn. Erg fijn, hoor. Excuses geaccepteerd. Maar ik moet nu toch echt gaan. Ja, sorry. Dokter? Ja? Ik ben uw verslag aan het uittikken, maar mag ik u even wat vragen? Ja, natuurlijk. Is er iets onduidelijk? Nou, ja. In Zwitserland weet ik een berg die heel erg hoog is, heel erg erg. Hij is zo hoog niet te geloven, er voert geen enkel pad naar boven. Toch woont bij het topje naar ik weet een mannetje in een nauwe spleet die je bereikt na veel geklauter. Ja, wat is dit? Dat is Jodelaïti. De echo-kabouter. Kent u die niet? Ha, 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 ha.